allemaal knippen. Ach, jij joh, maakt het allemaal uit. Niet knippen en plakken. Oké, Daphne, jij maar eerst. Welke? Die Inge. Ja. Oh, ik moet geen bepaalde volgorde qua vragen. Ja. Waarom heeft u gekozen om een juwelierszaak te beginnen? Ja, als je wat jonger bent, moet je gaan kiezen. En dat vond ik heel erg moeilijk. Maar ik werk al vanaf kinds af aan heel graag met mijn handen. Ik ben heel creatief altijd al geweest. En ja, creatief beroep, goudsmid. Okay. Dus echt altijd met je handen bezig zijn en nieuwe dingen gaan verzinnen. Ja. Leuke dingen maken voor iemand. Oh, ben ik nu? Ja. Wat voor merken verkoopt u? Wij verkopen horloges en sieraden. Horloge merken, bijvoorbeeld Certina, Froman Teel en Bruno Seulen. Dat zijn kwalitatief hoogwaardige merken. En verkopen een aantal trendmerken, zoals Michael Kors, Diesel en Fossil. En verkopen sieraden, zilver en goud, een diamant, zirconia. Dus echt van een prijsklasse vanaf een tientje tot zeg maar 2500 euro. Oké. Ja. Dat is echt een heel groot verschil. Dat is een heel groot verschil, ja. Dus iedereen, ja, iedereen kan hier eigenlijk terecht. Ja. En wat is de doelstelling van uw bedrijf? Wat bedoel je daar precies mee? Waar streeft u naar en wat wilt u bereiken? Wat ik net al zei, ik maak graag mooie dingen. Dus als er iemand binnenkomt die wil graag een bijzonder sieraad. Ik vind het leuk om iets voor iemand te maken wat bijzonder is. Mijn doelstelling is om iemand dus bij te maken en me natuurlijk, ik hoop er nog wel iets tussen weg te halen. Dat ik er leuk van kan leven, zeg maar. Ja, toch? Ja, anders kan ik. Ja, welke rechtsvorm heeft u bedrijf? We hebben een eenmanszaak. Oké. Ja, er zijn vier rechtsvormen. Dat weten jullie waarschijnlijk wel. Ja. Een eenmanszaak en een BV en een NV. En een VOV. VOF. Oh ja. Vind het onder veel meer. Oh ja. Ja. En wat zijn twee nadelen van de gekozen rechtsvorm? Twee nadelen van mijn gekozen rechtsvorm. Dat zijn als je bijvoorbeeld failliet gaat met je bedrijf. Dan word ik er privé in meegetrokken. Oh ja. Dus dat staat los van elkaar. Wat nog een nadeel is, die weet ik eigenlijk niet zo heel erg goed. En twee voordelen? Voordelen, je hebt geen startkapitaal nodig om een bedrijf te beginnen. En nog een voordeel, even kijken hoor. Ik heb opgeschreven. Ja, natuurlijk, je kunt heel veel posten aftrekken in het begin. Je hebt bijvoorbeeld je hebt startersaftrek, de eerste 4 jaar. Dus dan kun je allemaal extra aftrekken van de belasting, zeg maar. Extra van de winst. Dus dan hoef je minder belasting te betalen. Ja, dat kan je net zo kwijt. Wat heeft u voor keuze moeten maken en was dat dan een slimme of geen slimme keuze? Sorry. Nou, achteraf gezien is het wel een slimme keuze geweest. Maar van tevoren, het is best wel spannend, want je springt wel in het diepe. Je begint wel een winkel, je neemt een winkel over en dat kost je een hoop geld. En ik begon bij nul, dus ik had helemaal niks. En dan is het best wel spannend om iets te beginnen. Want je steekt wel een hoop geld in iets en dan hoop je er wel weer uit te halen. Je moet er wel, zeg maar, succes worden. Ja, absoluut. Ja. Nou, achteraf gezien is het dat wel geworden, maar dat weet je van tevoren nooit. Dus achteraf is het een slimme keuze geweest. Oké. Is het bedrijf commercieel? Nee, we zijn een commercieel bedrijf. Dat wil zeggen dat we wel streven naar winst. Ja. Dus we zijn niet net als Univé, zeg maar, een bedrijf zonder winstoogmerk. Dus we proberen inderdaad wel winst uit ons bedrijf te halen. Oké. Waar onderscheidt u zich van de andere juwelieren?
Nou, binnen Groningen onderscheiden wij ons eigenlijk. We hebben hier een atelier, daar mag ik straks wel even een filmpje van maken. Maar wij maken dus sieraden en we repareren in eigen huis. Heel veel juweliers doen dat niet, die hebben geen eigen atelier, dus die sturen op. Daarmee kunnen wij snelle service verlenen. En in de winkel proberen wij toch een aantal merken te voeren die dus in Groningen niet worden verkocht. Oh ja. Dan krijg je toch wat een ander publiek. Ja. Ja. Kunt u ook iets vertellen over de vestiging van de locatie? Ja, we zitten hier midden in Groningen. Ja. Als je hier buiten loopt, dan loop je zo de Grote Markt op. Dus het is een A1 locatie. Ja, het zit niet op de grote markt, dus je moet wel het hoekje om ons te kunnen vinden. Het voordeel is dat hier de V&D zit en je hebt hier aan de zijkant, aan die kant heb je de ook nog een uitgang van de V&D, je zit in Albert Heijn. Dus het is wel een druk punt hier, er lopen heel veel mensen langs de winkel. Oh ja, oké. Eigenlijk hebben we niet meer vragen. Oh ja. Of hebben jullie het doen? Deze. Wat moesten jullie doen om dit bedrijf op te richten? Nou, ik zal beginnen. Ik ben voor mezelf begonnen vanuit huis. Ik heb een slaapkamer verbouwd en een werkbankje staan. Werkte ik voor juweliers en was vrij eenzaam. Altijd alleen. En ik wilde wel iets meer. Ik wilde wel wat meer reuring, zeg maar. Ben ik op zoek gegaan naar een juwelierszaak. Nou, deze juwelierszaak, hier zat een juwelierszaak voordat ik hier begon. En die stopte ermee. Die zocht een overnamekandidaat. Dus begin kom je in een onderhandeling, zeg maar, over de prijs. Nou, daar zijn we op een gegeven moment eruit gekomen. En dan heb je een winkel. Ja. Ja. En dan moet je een bedrijfsnaam gaan verzinnen. Vond ik heel moeilijk, dus ik heb eigen naam al gekozen. De winkel moet een beetje naar je eigen smaak worden ingericht, dus er moet een nieuw inventaris in. De voorraden moeten ingekocht worden, dus je gaat zaken doen met verschillende leveranciers. Het moet verzekerd worden, dus er moeten camera's opgehangen opgehangen worden en zo. De beveiliging moet in orde zijn. Nou, dan komt het moeilijkste, dan moet je op zoek naar personeel. Nou, dat is allemaal gelukt, dus zo zijn wij de zaak eigenlijk begonnen. En dan moeten mensen nog weten natuurlijk dat er een nieuwe juwelier in Groningen is. Dus dan moeten er een aantal verhalen rondgaan. Dus een redactioneel stukje in de krant, moet een website komen. Nou ja, daar hangen heel veel aspecten eigenlijk in het begin. Heel uitdagend om te doen eigenlijk. Ja. En is dat dan allemaal gedaan, dus dan kom je eigenlijk wel een beetje in een... En dan kom je een beetje in een gat. Hey, dan valt in één keer. Dan ben je van een hele hectische periode, want vaak hangt er ook een termijn aan. Dan koop je de winkel in maart, in begin april moet die dan open. Dus heel veel werkzaamheden binnen een maand moet je realiseren. En dan ben je open en dan heb je al heel veel gedaan. Dus dan val je eigenlijk een beetje stil. Ja. En dan moet het gaan lopen. Dat mensen de winkel inkomen en zo. Ja, en dat bereik je door een goede website en goed naar buiten te treden. Dus af en toe een stukje in de krant. En tegenwoordig wordt heel veel met internet gedaan, Instagram en Facebook, waar ze helemaal niet zo van ben. Dus je ziet vaak de foto's op Instagram van mij voorbij komen. Dat zou ik veel meer moeten doen, want jullie zijn er wel erg van, geloof ik. Hè? Ja, dus ik zou veel meer moeten posten eigenlijk. Ja, gewoon Instagram of zo met de naam van de zaak. Ja, precies. Nog een foto wat ik gemaakt heb. Nog een foto zetten. En dat dan posten. Ik zit altijd achter mijn werkbankje. Dat is mijn lust in mijn leven. Oh ja. De rest eromheen, daar moet ik echt voor gaan zitten. Ik moet een schoppen aan de kont geven mezelf eigenlijk. Ja. Ja. Nou, dat was het antwoord. Ja, dat was het. Armbandje, ben je klaar?